Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal. Steven, abonneer op mijn kanaal, like deze video, zeker een duimpje omhoog. Laat een comment achter beneden in de reacties. Alle sociale media linkjes en YouTube-kanaal staan in de beschrijving, hier beneden in de beschrijving. Ik ga nog een Q&A doen, op... ergens op een festival, met een topper. Dus ik heb vragen gekregen van jullie en het zijn de meest rare vragen ooit. Waarom heb je mijn naam veranderd? Eerst was het eigenlijk voor een weddenschap die ik verloren had. Maar toen dacht ik, waarom houdt mijn naam niet meer? Ik vind dat eigenlijk wel een geweldige strip. Ja, Kwak is eigenlijk een stripfiguur van een familie Duck. Van Donald Duck, al die familiedingen. En daar hoort Kwak bij. Ik dacht, misschien kan ik beter mijn YouTube-kanaal en je Instagram en TikTok bij Kwak houden. En dan ben ik ook van plan. Waarom heet je op Instagram Kwak Officieel? Omdat Kwak Official niet werkte en gewoon Kwak ook niet. I love Kwak. Heb je alles seks gehad? Eigenlijk niet. We wouden het wel, dat was toen mijn Stef, wouden we dat wel. Maar we hebben dat niet gedaan. Dat was omdat mijn... En als we dat... Ja, eigenlijk hebben we het wel gedaan. Maar veilig. We hebben het met condoom gedaan, dus het was veilig. Dus we hebben eigenlijk wel seks gehad en dan de week als ze dan opnieuw kwam ook en dan niet meer, want toen was het uit. Hoe kwam je op de naam Kwak? Via een vriendin eigenlijk. Die, mijn vriendin slash zusje zei dat ik die naam moest gebruiken. En ik kreeg hier ook de vraag, waarom is het met Stef uit? Het is niet omdat wij het gedaan, ons intieme dingen gedaan hebben. Dat het daarom slecht ging. Ik en Stef, wij zijn nog altijd goede vrienden. Wij zijn nog altijd goede vrienden. En dat blijft ook zo. En nou, dat is wel goed. Waarom noem je je nieuwe naam Kwak? Gewoon omdat ik dat wou. Vanwaar de nieuwe onherkenbare naam? Goh, ik wou gewoon een nieuwe naam eigenlijk en dan heb ik al iets op hem. Wil je me alsjeblieft deblokkeren op TikTok? Want je hebt mij geblokkeerd. Ik blokkeer niet zomaar mensen op TikTok. Dat zijn mensen die als die iets fout doen, worden die door mijn moderators geblokkeerd. Zo simpel is het. Hoe lang ben je al met je liefje? Eigenlijk heel lang. Een maandje of zo, een maand en 4 weken. Hoe komt dat je zo mooi bent? Doe je nog eens een skincare routine voor ons? Ten eerste, dank wel dat je me mooi vindt. En een skincare routine is ook nog wel een leuk idee. Maar vandaag komt er een reactievideo online en een deze Q&A eigenlijk. Wow, oké, daar ga ik niet van doen. Kan je me volgen terug alsjeblieft? Ik volg geen mensen op Commando. Maar nu dat je dat gevraagd hebt, zal ik dat toch maar eens doen. Hè. Ben je geil? Nee, gelukkig niet. Heb jij en Ravin iets samen? Ik en Ravin, of Ravin Nutelando, hebben niks samen. We zijn gewoon keigoede vrienden. En dat is eigenlijk alles. Ga je je naam ooit nog terug veranderen? Eigenlijk weet ik het niet. Ik twijfel eigenlijk nog, dus ik weet het niet heel goed. Heb je het al gedaan? Ja, ik heb al seks gehad, ja. Kan je abonneren op Peer Gamer? Peer Gamer, ik ben geabonneerd op jouw YouTube-kanaal. Heel dank voor het kijken naar deze vlog. Of vlog / Q&A. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Laat het dan zeker weten hier beneden in de comments. En tot de volgende keer. Op je kamer op 4 hoog. En ik zit naar je te staren of ik droom.